Bijna alle dingen die ze ooit hadden willen doen, hebben ze al gedaan. Daarom werken de gierige gasten nu een lijst af met de dingen die ze absoluut niet willen doen voordat ze sterven. Maar per aflevering is slechts één iemand de lul, die getrokken zal worden door een random BN'er. De andere twee, die lachen toe. Dit is de Anti-Bucketlist. Sommige mannen hebben het geluk dat ze een goede bos haar hebben voor de rest van hun leven. Terwijl anderen de pech hebben dat ze al op jonge leeftijd kaal worden. Maar voor de laatste aflevering... Ja, ik... Eind aan de bucketlist. Spoedig. ...gaan we een stapje verder dan alleen een kale bats. Eén van jullie wordt van top tot teen volledig onthaard. Elk haartje op je lichaam gaat eraf. Succes! Ik ben persoonlijk best wel behaard. Ja, ik heb wel goede borstharen hier, pop. Dus het zou voor mij wel een grote lichaamsverandering zijn. Oh, nee. Thomas Cox. Mr. Temptation. Goed, jullie weten hoe het werkt. Ik heb hier drie ballen. En zolang je de tijd eruit trekt, is prima. Zal ik maar gaan grijpen dan? Spaar me Thomas. Alsjeblieft niet. I won't volunteer, man. Oh, ik ga grabbelen. Waarom heb ik het idee dat ik het geworden? Dit is de bal. Dat is een bal, ja. Degene die deze verschrikkelijke opdracht moet gaan uitvoeren. Ik wil deze. Die heeft de naam... Joost! Spijt me. Ik kan helemaal niks aan doen. Dat is niet mijn persoonlijke voorkeur. Yes. Nee, dat weet ik. Yes. Dit is echt een kutprogramma, gast. Kijk, met al deze items... Dan ben je een soort van een dagdelul. Ja. Ja, sommigen hebben een nasleep. Maar nu ben je gewoon zeker 2 maanden verminkt. Ja. Loop je zonder drinken. Maar ik heb volgens mij, Joost, heb ik echt al jaren ook niet zonder baard gezien. Nee. Dat gaat ook fucking weird worden. Ja, lieve kijkers, de laatste anti-bucketlist is aangekomen. Joost gaat vandaag kaal. Ik heb speciaal een Photoshop-cursus genomen om te kijken hoe Joost er eigenlijk uit komt te zien. Ik hoop heel erg dat het aan mijn skills ligt. Want als Joost er zo uit komt te zien, wordt het een hele pijnlijke dag voor hem. Laat hem gelijk gaan ophalen en laten we gewoon beginnen. Hij is vandaag van mij. Welcome ready, Joost. Yes. Hey, Big Jossa. Goedemorgen. Heb je een beetje lekker geslapen? Ik heb heerlijk geslapen. Ja? Jij? Ik heb nog lekkerder geslapen, denk ik. Ja, het is mijn grote dag natuurlijk, hè? Dit is jouw grote dag. Wat heb je bij je? Dat is een verrassing. Oké, kom even verder. Ja, we weten natuurlijk allemaal wat er vandaag gaat gebeuren. Ik ga kaal. Je gaat volledig onthaard. Ik kon alleen niet wachten, dus ik heb alvast iets gefotoshopt waaruit, ja, een beetje lijkt hoe jij eruit gaat zien. Oh jee. Je hebt me gewoon een mogol van me gemaakt. En ik dacht, aangezien er heel veel mensen zijn die vandaag aan je haar gaan zitten, wil ik toch wel de eerste zijn. Oh, jij gaat de eerste? Ik ga de eerste. Wat ga je doen? Dat ga je zien. And so it begins. Dat had ik altijd al een keer willen zeggen, ik weet niet waarom. Martijn. Doet het pijn? Ja, stop maar. Als je slim bent, ga je huilen. Dat is Niels. Ik zie dat je niet oké bent en dan is het is niet oké. Dit is niet oké. Laat het kappen. Ik kan niet meer. Dan haal jij er wel af, toch? Dan haal ik er niet. Dan stoppen we. Gaan we naar huis. Ik vind het heel onlogisch wat je doet. Wat dan? Ja, je begint hier en dan doe je het zo. Oké, hoe wil je dat ik het doe? Zoals je normaal een baard scheert. Ja, ik heb geen baard. Dus ja, oké. Nou. Met de lijf. Je hebt een Niederspelrietje. Oh, echt? Ik heb pink. Hoe ziet het eruit? Oh, nee. Nein! Nein, Martijn, nein! Nein! Nee. Nou, zo ga jij vandaag over straat. Nu op naar Hilversum. Hallo. Ik kan niet meer.
als Martijn dit al doet, zeg maar een snorretje en mijn haar zo, dan heb ik niet het gevoel dat, dat hij het met een simpele scheer zeg maar, er allemaal afhaalt. Ik denk dat hij echt zijn tijd ervoor neemt, leuke dingen heeft bedacht. Ja, Joost, jij vraagt natuurlijk af... Wacht, opeens kon mijn haar zat nog niet. Oh ja, sorry. Ik heb natuurlijk nog een verrassing voor je. Vraag je af, waarom staan wij in de middle of fucking nowhere? Ja, dat vraag ik me wel af. Want... Misschien hoor je het al een klein beetje? Er komt iets aan. Ja. Ja. Wat heeft een Lamborghini mee te maken? Dat ga je zo zien. Wie denk je dat erin zit? Ja, Joël Beukers. Dat klopt. Dat is Joël Beukers. Wat heeft Joël Beukers hier mee te maken? Dat gaat hij je zo vertellen. Oké, ik hoop wel dat hij stopt. Ik hoop wel dat hij stopt. Ja, ik hoop het ook. Ik hoop wel dat hij stopt. Ik hoop wel dat hij stopt. Kijk eens! Kom je gezellig even bij staan, jongen. Wat is het ook, een vuile passer eigenlijk, hè? Ja, maar echt. Ja, zijn we, mannen. Jawel, ik vind het top dat je er bent. Maar vertel, wat heb jij met mijn ontharing te maken? Nou, die jongens die hebben mij even gebeld van, hè, kunnen jullie even, kan jij even helpen met die Lambo? En dan gaan we even een paar van die haarstrips op jou plakken. We beginnen bij zijn tepels. We leggen even die mooie plakstrip zo erop. Ja. En die ga jij eraf trekken? Lambo zitten en die rijden. Ja, eraf. Dan ga ik gewoon echt gewoon als een jekko zo die dingen eraf trekken. Je rijdt ze eraf? Ja. Met touw. Touwtje eraan. Hey, ik zou zeggen, laten we die haarstrips erbij halen. Kijk eens, is het stripje warm? Het stripje is warm. Ik zou zeggen, doe je shirt uit. Blijven! Een YouTube was toch? Ja, ja. Dit is wel één lus hier doorheen. Ja? Oh, sorry. Zit die goed vast? Even kijken. Oké, snel liggen, liggen. Oké, kut! Oh, boy. Ik wil niet! God! Nee, ik vind het echt niet leuk. Ik vind het echt eng. Yes! Kut! Het zit er nog steeds op. Niet alles is eraf. Heel klein beetje die onderkant. Ik voel het wel, maar we moeten nog een keer. Ja, nou, we moeten sowieso nog een keer. Toen ik daar lag en die dat geluid van die Lambo halen. Oh boy. Fuck! Oh, twee. Hey, super! Ga maar! Ja, soort van. Want er zit nog wel haar op, maar dat is misschien nog wel vervelender. Want sommige zitten los, sommige niet. Laten we even goed. Pakken we deze ook nog aan? Doen we er zo op om die knijpers beter tot het werk te laten doen? Oké. Voor de pijn. Oké. Alvast. Wat voor Joost? Ik moet mijn hele car breken op weg. Ja, nee, het is goed zo. Kijk even, heel even, hoe hij eruit ziet. Ja, ben je klaar voor Joost? Ik ben er klaar mee. Zit er nog op? Zit er wel goed op, bro. Je moet eigenlijk nog even. Nee, ik ben er klaar mee. Deze is echt pijn. Ziet er niet heel pijnlijk uit, hoor. Oh, Joost. Oh, hij doet het niet. Hij is er klaar mee. Nou, jongens. Ja. Wat vinden van het eindresultaat? Jij mag het zeggen. Ja, het resultaat is mooi. We hebben gelachen. Ik zou zeggen, op naar de volgende verrassing. Ja, jawel, bedankt. Geef hem even een goede knuffel. Jij ook bedankt. Ja. Hey, jawel. Dankjewel. Goeie lekker. Wij gaan naar de volgende. Ik neem jou mee. Hey, hartstikke bedankt, man. Later, jongen. Heel veel succes, jongen. Hey, Toon staat hier, Joost. Oh. Kom maar mee. Stap dat je helemaal erbij. Helemaal verslag. Kijk ook hoe die erbij loopt, joh. Die achterkant ook zo. Nou, jongen. Hier is het. Volgens mij moeten we hier zijn. Hey! Goedemiddag. Goeiedag.
Vertel, wat ga ik hier doen? Nou, lieve Joost, jij zal deze ruimte niet verlaten met lichaamshaar. Die zul je hier toch echt achter moeten laten. Daar gaat onze lieve Maria bij helpen. Ik heb wel even één klein vraagje. Want jij hebt natuurlijk net een waxsessie gehad. Om dit eraf te hebben, moeten we eerst opnieuw wax doen. En het opnieuw weer eraf halen. Dus die eerste waxsessie is eigenlijk voor niks. Omarm de pijn. Dat is mijn enige tip voor vandaag. Gewoon een vriend moet je het maar hebben dan. Hè? Ja. Ik ga hem even omkleden en kunnen beginnen. Ja. Helemaal goed. Oké. Laten we maar beginnen met de borst. Je snapt dat ik hier even bij blijf, toch? Ja, dat snap ik. Oké. Okay. Ja, hartstikke leuk natuurlijk. Nee, het is gewoon voor support. Yes. Oh, wat was dat? Ben je er klaar voor? Ah, ja, ja, ja. Heel even een vraagje. Ja. Hoeveel pijn doet het? Ik ben een kleinzerig jongetje. Dan voel je wel wat. Je komt heel geloofwaardig over. Je bent een hele oude, vieze, enge man. Die alles al meegemaakt. Zo'n psycho, weet je wel. Is dat warm? Oeh, ja, dat is eigenlijk best lekker. Oh, fuck. Ja, dat ging bij ons heel anders, dit. Yes. Oh! Voorzichtig. Oh! Ah, mijn tepel ook eraf. Nee, nog niet. Fuck, pas op. Je baard ook. Oh. Au. Ik vind dit wel leuk. Ik ben erbij. Ah. Oh. Gozer! Ik vind wel dat je een lekker tempootje hebt zitten, Maria. Ja, toch? Er zit een lekker tempootje in. Oh! Even rust. Even rust. Oh. Blijf ademen. Martijn, bom erop. Oh. Ik had op je website gelezen iets van... Normaal gesproken noem je dat natuurlijk een Brazilian wax, maar aangezien het nu met een man te maken heeft. De Brazilian wax. De schaamstreek, de intieme zone. Ga je al mijn schaamhaar er weg halen? Ja. Rond en op de balzak, inclusief de deelnaad. Nee. Dat is een inclusieve, ja. Nee, de full Brazilian wax. Nee. Ik kan jou nu gewoon vertellen dat ik het netjes bijhoud en dat gedeelte wel in orde is. Nee, ja, Joost, het spijt me. Het gaat gebeuren, Joost. De Brazilian wax. Ja, hoort toch echt bij je anti-bucketlist, het spijt me. Ik blijf er gewoon bij hoor, Joost. Oké. Okay. Oh shit, nee, Maria. Oh, dat is al een soort van strip van zichzelf dan nu. Ja, klopt. Ah. Nee! Je kan het. Ademen we mee, ja? Inademen. Wel even aangeven wanneer je het doet. Ga ik zeker doen. Nee, juist niet, dat is lachen. Nee, ja, Martijn, hou je bek, jongen. Goed inademen. Ja, dit voelt wel gek, want ze heeft gelijk mijn baard erbij gepakt. Ik heb twee scheerwondjes, maar dit is, ja, ik ben al 10 jaar, heb ik me niet meer zo geschoren. Het voelt heel raar. Ik voel in één keer de wind en zo, het is een beetje koud. Maar goed, dat is één. Dit heeft ze ook nog gedaan. Adres van mijn lichaam ook. Dat je niet alles wil zien, maar om te bewijzen. Kijk op de enkeltjes. Maar goed, ik heb nog, zoals je ziet, nog een paar plukjes over. Dat zal wel het laatste onderdeel worden. Dus ik ben echt benieuwd hoe Martijn voor mij bedacht heeft. Leuke laatste locatie, Martijn. Ja, klopt. Lekker anoniem ook. Ja. Ja, ik dacht, ik kan dit mooie moment... Moet je kijken. Hou kaal gegaan. Ik zie gewoon nog haren, bro. Wat was dit wat je wilde? Nu snap ik kijken het, waarom ik voor deze locatie heb gekozen. Ja, thanks. Ik kan dit moment niet voor mezelf houden. Dit moet gedeeld worden met mijn medemens. Beste kijkers en toeristen. Precies dat. Ja. Ik heb een stoeltje mee. Ik heb deze mee, want hier gaat allemaal gebeuren. Ik ga jezelf niet scheren. Ik heb nog een laatste verrassing voor jou. Ik hoop dat je een kapper voor goede barber hebt geregeld. Precies niet. Hij is in deze serie al een keer voorbij gekomen. Nou, je, oh ja, kan, je, ziet je kan hem niet missen, hè? Nou, dan ziet het er niet uit, jongen. Ik ben wel één momentje. Ik zie hem al. Jij wordt zojuist uitgelachen aan André Pron. Ja. Daar heb je echt je best gedaan. Kom maar, André. Proberen? Ja, we draaien hoor. André, ga maar. Niet hard op het hoofd uit, hè, André? Je moet hem omdraaien, André. Leuk. André, je had dit vaker gedaan, toch? Ja, niet heel vaak. Hé, hey, je bent nu de attractie van een attractie. Ja, dat ben ik zeker. Heb je het? Ga maar, André. Ja, weet je het zeker? Maar wel voorzichtig, hè? Ik doe het zeker voorzichtig, absoluut. Let op mijn oren, alsjeblieft. Ja, zeker.
Praat me even bij, André. Doe vertel. Doe geen zeur, hè? Nee. Ja, anders voel je het wel, hoor, ja, André. Dan kun je ook zo laten, man. Kijk eens, het vliegt eraf. Wat doet mijn vriend? Hij spot, André. Ja, hoor. Nou, hey. Applaus! Ah, ik vind het nu wel een beetje sneu worden eigenlijk. En toch gaat hij door. En toch ga ik door, ja. En als je weerstand voelt, vooral niet doortrekken. Doet het heel erg? Ja, het is een moedervlek. Wat wil je zeggen? Ik probeer iets positiefs van te maken, Joost. Tada! Ja, ik ben eigenlijk heel erg... Ik weet niet eens of ik het wil zien. Ik ben wel benieuwd, maar ik durf het ook niet. Nee. Ik heb met Niels overlegd. En we hebben ooit gezegd... We doen het programma. Maar het houdt wel op bij bepaalde dingen. En een daarvan was verminking. Ja. En ik vind persoonlijk, als wij jouw wenkbrauwen nu gaan scheren, dat dat onder het kopje verminking zou vallen. Dus die gaan we skippen. We houden het hierbij! Hey, je anti-bucketlist zit erop, man. Gelukkig. We gaan nu naar huis en dan is het voorbij. Nou, heel eerlijk. Ik gaf je natuurlijk een foto vanochtend. Ik moet zeggen dat je er best op lijkt. Ja, je hebt maar daar had je geen wenkbrauwen. Dus dan als laatste, om dat nog even recht te zetten, hebben we een fotoshoot hierin gepland. Daar zul je nog even met me mee moeten komen. Dan kun je naar huis. Ik heb deze dag best wel ja, op het algemeen heel erg leuk ervaren. Ik heb echt heel hard gelachen. Tot met Joël vond ik echt goud. Nu is het voorbij, maar voor mij begint het pas. Weet je wel, zometeen gaat de camera uit en dan ga ik naar huis. En dan ja, heb ik het dagelijks leven heb ik dit. En dat, ik weet niet, ik vind dat toch wel lastig of zo, man.